Waarom zou je een script schrijven voor je video? Nou, dat zal ik je vertellen. Nadat ik mezelf eerst even aan je heb voorgesteld, mocht je nog niet weten wie ik ben. Ik ben Noortje Jamaat van Verdienen met Video en ik leer zelfstandige ondernemers, zoals coaches, trainers en adviseurs, hoe ze met hun eigen iPhone video's maken om gemakkelijker klanten te krijgen en meer te verdienen. Oké, terug naar het script. Want wat zijn nou de voordelen van het schrijven van een script? En hoe doe je dat nou precies, een videoscript maken? Misschien denk je, autocue, wel nee, ik leer mijn tekst gewoon uit mijn hoofd. Maar ik kan je zeggen dat dat op camera meestal niet zo lekker uitpakt. Je ziet dat iemand te veel in zijn hoofd zit, te veel aan het nadenken is en dus niet bezig is met de kijker aan de andere kant van het scherm. En dat is juist wat je wel wilt. Contact maken met je kijker. Je kijker raken en in beweging brengen. Gedachten als, shoot, wat zou ik na mijn introductiepraatje ook weer zeggen? Of, oh ja, de call to action zo niet vergeten. Zorgen dan alleen maar voor heel veel ruis op de lijn en zweet op je bovenlip. Na poging 9 zakt een moedje in de schoenen en raak je lichtelijk gefrustreerd. Niet bepaald de juiste energie om een video op te nemen, weet ik uit eigen ervaring. Wat zijn nou de voordelen van werken met autocue? Een goed geschreven script is de basis voor een succesvolle video. Maar het is tegelijkertijd ook echt een vak apart, het schrijven van een goed script en het overbrengen van een script. En iets dat veel ondernemers lastig vinden, het schrijven van goede copy. Werken met autocue en script helpt je vooraf om goed na te denken over het doel van je video. Wat wil ik nou eigenlijk bereiken met deze video? Het zorgt ervoor dat je het idee van, oh jee, straks vergeet ik mijn tekst, helemaal kunt laten varen tijdens het opnemen van je video. En dat is toch weer een zorg minder. Het is echt onmisbaar als je een professionele videolancering van je product of dienst doet. Het bespaart je tijd als je je video's op YouTube plaatst. Je kunt je script direct als transcriptie uploaden en dat is weer goed voor je vindbaarheid. Het bespaart nog meer tijd als je je script hergebruikt als copy voor je blog. En het helpt je eigenlijk gewoon om een betere video te maken. Maar hoe doe je dat nou, het schrijven van een script? Stap 1. Maak eerst een korte samenvatting van je video. Schrijf een korte samenvatting van je video, waarin je belangrijke vragen beantwoordt als: voor wie maak ik deze video eigenlijk precies? En waar ga ik deze video plaatsen? Stap 2. Schrijf je script. Ben je erover uit wat het doel van je video is? Begin dan met het schrijven van je script. En nee, niet in gekunstelde schrijftaal, maar in spreektaal. Gewoon zoals je tegen die ideale klant zou vertellen als die recht voor je neus zou staan. Stap 3. Neem je script door. Leg je script even weg, slaap er een nachtje over en kijk er de volgende dag met een frisse blik naar. Schrap waar je kunt schrappen en skip gekunstelde constructies en schrijftaal. Het helpt je om te horen of je verhaal natuurlijk klinkt en waar het bijgeschaafd kan worden. Je wilt niet klinken als de mevrouw die door het station gant en zegt: dames en heren. Ga een paar keer droog oefenen voordat je voor het echi gaat, zodat het helemaal je eigen verhaal wordt. Stap 4, opnemen maar. En dan is het tijd om je iPhone in je statief te zetten, je lichaam even lekker los te schudden, diep in en uit te ademen, een paar gekke bekken te trekken en op de playbutton te klikken. Je zult na het opnemen van een aantal video's merken dat het opnemen van een video zo echt een fluitje van een cent wordt. En dat je je alleen nog maar bezig hoeft te houden met het zo goed mogelijk overbrengen van je boodschap. Ik ben heel benieuwd of je er iets aan hebt gehad. Of dat je nog een vraag hebt over het schrijven van scripts. Laat dan gerust je reactie achter onder mijn blog op verdienenmetvideo.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.